Wat is je grootste seksblunder? Wanneer was je eerste zoen? Hey, what's good? Het is je Panda 7 en Vechter. En hit it again with a Q&A. Dat klonk zo eens keer, hè? Oké, je weet het, normaal doen we vandaag een andere serie. Ik had zo zin om deze keer een Q&A te doen. En jullie ook. Dus dat gaan we vandaag even een keer lekker weer doen. Een oldschool Q&A. De allereerste vraag is... Ik heb geen vraag, sorry, doei. Hello darkness, my old friend. Ik heb geen vrienden, doei. Hoe duur? Hoe duur is je moeder? I am the one, the way your son don't need a gun. Hey, toe, kom op. Wanneer was je eerste zoen? Oké, mijn allereerste zoen was met je... Mijn allereerste zoen was toen ik... Volgens mij toen ik 13 of 12 was. Eén van die twee. Ja, toen was mijn allereerste zoen. En het was kapot slecht ook nog. Ik was zo'n wasmachine. Waarom vertel ik jullie dit? Wat is je grootste seksblunder? Ik heb nog nooit seks gehad. Dat is mijn grootste seksblunder. Hello darkness, my old friend. Favo song, at the moment. Ja, goed hoor. Wie is je crush? Of love's going to leave. Jullie allemaal. Nee, ik heb geen crush, man. Ik ben een fixer verleerd. Dus laat even in de reactie achter hoe ik moet fixen. En dan misschien heb ik ooit een vriendin. Ooit. Ooit. Heb je ooit echte liefde gehad? Ja, ik heb ooit echte liefde gehad, ja. Want ik neem alleen met iemand als ik ook echt op haar verliefd ben. Dat is nog maar 3 keer geweest, dus. Hey, what's Gucci? Oké, nou denk je van, Steven, hoezo staat die camera anders en hoezo is je haar anders en blablabla. Oké, dus ik was aan het editen en ik kom erachter dat de video 2 minuten duurt en dat is gewoon veel te weinig. En het is echt vet warm, dus ik offer op, want ik ga de Q&A dus nog wat langer laten doen. En dat is super leuk. Dus ja, yeah, let's go. Heb je een vriendin? Nee, ik heb geen vriendin, helaas. Maar ja, voor mij is dat ook wat te zien en te merken, want ik ben single en niemand mag mij. Echt zo. Op welke school zit je? Oké, dus ik heb net mijn examens gehad, dus ik zit gewoon niet meer op een school. En ik heb gewoon vakantie, dus dat is vet lekker. En ik heb gewoon vakantie, dus ik zit niet meer op een school. Hierna ga ik naar de Alpha College en dan ga ik media en vormgeving doen op een mbo. Dus dat is hartstikke mooi, toch? Dat is goed. Zou je liever elke dag alleen op een boot zitten en video's maken? Of gewoon elke dag bij je ouders zitten en nooit meer video's maken? Natuurlijk zou ik voor de boot kiezen. Ga, dus ben je alleen. Ja, maar ik doe gewoon mijn hobby, dus ik maak gewoon video's en oh chill, ja, de boot en de boom, joh. Oké, ik ben toch bij de kapper geweest, dus zeg maar in de reacties wat je van haar vindt en doe maar, zeg maar weer. Alsjeblieft, wees heel lief tegen mij, please. Oké, dan heb ik nog even snel een vraag, want normaal doe ik op de zondag, upload ik normaal om 10 uur en deze video komt voor mij om 6 uur online. Sorry daarvoor, maar dat komt, ik ben geslaagd en dan moet je even feesten en dat snap jullie ook wel. Oké, elke zondag ga ik een meidenproduct testen, alleen... Ik weet toch niet wat ik echt moet testen qua producten, wat grappig is. Dus heb jij iets wat leuk is, laat het even achter in de reacties. En dan zie ik jullie woensdag weer bij een gloednieuwe video van je Panda Steven Vechter. En kunnen 1000 likes halen, dat is echt super zijn. En vergeet zeker niet deze video te bekijken. Ga ik aan mijn ding testen. En deze video heb ik het over jongens over meisjes. En dan zie ik jullie Panda's weer later. Doei.